We hadden deze demonstratie gemeld bij de gemeente, omdat we, ja, ook voor onze eigen veiligheid, we willen gewoon geen gedoe. Weet je, we willen zelf afstand houden, we willen ook zeker dat de politie niet ingrijpt of ons arresteert en dat er fysiek contact is. Dus het was onze intentie om gewoon een veilige actie te doen, maar om wel onze stem te laten horen. Dus we hadden een demonstratie gemeld voor 100 mensen. En daarop kregen we terug dat we hier maar met 30 mensen mochten zijn. Nou ja, 30 mensen, honestly, we hadden niet eens genoeg mensen om onze banners vast te houden. Zoals je misschien hebt kunnen zien op andere beelden. Dus wij vinden dat echt een enorme inperking van ons demonstratierecht. Ook omdat, ja, op die manier het ook echt moeilijk is om media te bereiken. En je eigenlijk je stem dus niet luider kan laten horen. Dus daar hebben we bezwaar tegen gemaakt. We zijn daarbij ondersteund door een advocaat en door PILP. Is er een rechtszaak geweest. Maar helaas heeft daar de rechter besloten dat met 30 mensen demonstreren toch geoorloofd was. Ja, met wat voor onderbouwing? Ja, nou ja, dat is dus een beetje lastig. Want ergens zegt de rechter ook van dat het... ook een beetje arbitrair is, maar de onderbouwing was eigenlijk vooral dat wij onbetrouwbaar zijn en dat er met ons geen afspraken te maken valt. En ja. Dat was ook het bezwaar dat van wat de gemeente zei, wat de reden was om ons zo in te perken, omdat blijkbaar groepen die systeemverandering willen gevaarlijke groepen zijn. Ja. Dus dat was eigenlijk vooral de reden. Nou, en dat vinden we gewoon heel teleurstellend, want in het verleden hebben wij laten zien dat we juist eigenlijk altijd goed in contact zijn met politie bij grote acties. En dat we altijd deescalerend werken. We hebben een uitgebreide actieovereenkomst. Het is gewoon, het is echt repressie in mijn ogen. Ja. En ga je nu daar nog meer mee doen? Of? Ja, we zijn nog in gesprek om hier dus verder over te procederen. Ik weet eerlijk gezegd niet helemaal precies hoe dat in zijn werk gaat, want ik moet daar nog met de advocaat verder over spreken met ons legal team. Want gisteren, kan je voorstellen dat alles zo druk was om dit toch allemaal te regelen dat we daar niet aan toe kwamen. Ja. Dus dat wordt dan iets langere termijn. Oké, maar er was toch wel een bijeenkomst. Want hebben jullie overwogen om het niet door te laten gaan in verband met corona, of was dat geen overweging? Nou, we hadden natuurlijk een grote actie gepland, een grote blokkade. Dus toen corona kwam, hebben we die gecanceld. En toen hebben we eigenlijk afgewacht om te kijken wat Shell ging doen en ook hoe de situatie zich ontwikkelde voordat we hebben besloten om dit te doen. Dus, maar toen we eenmaal hebben besloten om wel in actie te komen, hebben we niet meer overwogen om het te cancelen. Ja, want? Nou, waarom? Er is in onze ogen geen noodzaak om te cancelen. Je ziet, er lopen 700 mensen door IKEA en wij zouden niet hier veilig met 100 mensen kunnen staan. Ja. Dus, en de noodzaak om dit soort multinationals natuurlijk aan te pakken wordt ook met de dag groter. Dus nee, we hebben niet overwogen om het dan maar niet te doen. Ja, want het is een duidelijk signaal toch afgegeven, denk je? Nou, ik hoop het. Ik denk, als we alleen dit hadden gehad, dan was het natuurlijk een klein signaal. Maar ik vind het echt zo gaaf om te zien dat er in andere steden allemaal dingen zijn gedaan. In andere landen, dat er benzinestations onklaar zijn gemaakt. Er gebeurt heel veel online. Dus ik denk, die hele combinatie van activisme, dat zeker impact heeft. Dus, hoeveel jaar geef je Shell nog? Is dat gevallen? Nou, ja... Laten we niet te lang vooruit denken, dus ik hoop een jaartje. Oké, top, doen we het voor. Yo. Dankjewel.